districtscommissaris Shireen Bansi Durga geeft al 8 maanden leiding aan het district Saramaka. In deze achterliggende periode is het haar gelukt een aantal projecten uit te voeren. Dit ondanks de vele uitdagingen. Het district Saramaka heeft naast de agrarische sector genoeg potentie voor de verdere ontwikkeling van andere sectoren. Ik ben 8 maanden terug Daisy geworden van het district Saramaka. Zoals u weet ben ik Daisy geworden in een zeer moeilijke tijd, waarbij we als land zowel in een financieel als sociaal-economische crisis zitten, met de coronacrisis erbij. En vanaf mijn aantreden heb ik inderdaad enkele projecten gedaan. Nou, niet enkele, heel wat projecten gedaan. Zo heb ik al in beginfase bij mijn aantreden zaten we midden in de coronacrisis, momenteel nog steeds. En heb ik dan een van mijn eerste projecten waren dat ik bestuurdienst heb ingezet voor handelsinstellingen ter ondersteuning van de politie om erop toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd door de samenleving van Saramaka. En momenteel zijn ze er weer, omdat we als land in een derde golf zitten waarbij Saramaka ook niet bespaard is gebleven. Ik heb nu voor nu de exacte cijfers van Saramaka niet, maar 2 dagen terug was het in de orde van 10 besmettingen. Dus momenteel is de bestuurdienst wederom ingezet voor handelsinstellingen om erop toe te zien dat de samenleving de coronamaatregelen in acht nemen. En dat is in samenspraak met de politie, dat zijn er ter ondersteuning van de politie. En als ze zien dat zaken misgaan, dan wordt de politie dan ingeschakeld om mensen erop te wijzen van dit wel en dit niet. En natuurlijk ook de winkeliers moeten zich dan ook houden aan de protocollen en de maatregelen voor nu uitgegeven door de regering. Dat is een van de eerste projecten waarmee ik bezig ben geweest in het district. Een ander project is, heel in het begin als we moeten terugblikken, is dat ik in overleg met het ministerie van OW gedaan heb gekregen dat een heel belangrijke verbindingsweg in het district, daar heb ik het over, de Chandi Showweg, is gerehabiliteerd. Die zat vol gaten en kuilen, dus die weg is daar ook inmiddels gerehabiliteerd. Daarnaast heb ik samenwerking met het ministerie van LVV veel natte en droge infrastructuur in landbouwgebieden aangepakt gekregen door inschakeling van dienstwerkarm, de Surswam NV. Dan heb ik het over landbouwgebieden te Maho, daar zijn er lozingen opgehaald. Ik heb het over de Bombiesluis waarbij de kleppen zijn gerestaureerd. Dan heb ik het over de sluisdeuren. Ik heb het over de dam te Peperhal, die ook is aangepakt. Het was weggespoeld een paar weken terug. Een ander groot project, welke nu nog ongoing is, is aanpak van de infrastructuur te Uitkijkpolder. Uitkijkpolder is een groot agrarisch gebied en in jaren is de infrastructuur daar niet aangepakt. Van nu wordt dat aangepakt in samenwerking met het commissariaat en het ministerie van LVV. Dus voor nu is dat nog ongoing. Momenteel worden de wegen bezand. En er zijn ook inmiddels bruggen hersteld. Er resten nog enkele bruggen die ook nog hersteld moeten worden. Dus dit soort zaken zijn gaande. Verder heb ik met mijn technische dienst vanuit het commissariaat, heel wat kleine projecten in het district gedaan. Daar heb ik het over renovatie van overheidsgebouwen, renovatie van sociaal zwakke mensen. Dus huizen of gebouwen van sociaal zwakkere stichtingen. Het ophalen van lozingen, waarbij er achterstallig onderhoudwerkzaamheden gedaan moesten worden, hebben we dan mensen vanuit het bestuurdienst ingezet die handmatig de lozingen hebben opgehaald. Dus dat zijn de werkzaamheden waarmee ik bezig ben geweest in het district. Een ander groot project in het district is een enquêteonderzoek wat wij hebben gedaan als bestuurdienst. Nooit eerder gedaan door het commissariaat. Het commissariaat was de bestuurdienst, dan was niet bekend met zo'n enquêteonderzoek. Onderzoek waarbij we dan algemene informatie van de samenleving hebben opgevraagd. Bijvoorbeeld waar werken ze, waar wonen ze, hoeveel kinderen gaan naar school. We hebben de resultaten binnen. De eerste presentaties zijn al geweest, dus ik hoop binnenkort om ook een presentatie te doen voor de media.
Dus met name u ook, natuurlijk ook erbij. Dus dat is ook een succesvolle project geweest, als ik nu naar de resultaten mag kijken. Ander project waarmee we in het district bezig zijn geweest, of bezig zijn, is onze prijscontrole- en bewakingsproject. Daarmee zijn we vanaf januari bezig. En dat houdt in dat de prijzen in de winkels, u weet dat de kreet vanuit de samenleving momenteel is hoge prijzen in de winkel. En het doel van dat project is voorkomen is beter dan genezen. Het project houdt in dat de prijzen in de winkels worden gecontroleerd door de bestuurdienst. Tot in het kleinste bestuurseenheid, dat is tot op resortniveau, worden de prijzen gecontroleerd. Wekelijks wordt dat gedaan in alle winkels in het district. En dat wordt dan gepubliceerd op onze BIC-pagina. Waarbij dan er een samenwerking is tussen de winkeliers, de consument en de bestuurdienst. Waarbij we de consument of de samenleving tegemoet komen. Van deze zijn de prijzen in bijvoorbeeld Rosat Jericaba, in zulke winkel. Is er een kilo aardappel bijvoorbeeld die 5 SRD kost, daar is het ietsje goedkoper, daar is het ietsje duurder. We zien ook erop toe dan dat de winkelier binnen de wettelijk bepaalde winstmarge blijft. En het is ook bedoeld om een gezonde concurrentiestrijd aan te wakkeren tussen de winkeliers. Dat de winkeliers dan onderling ook zo'n overzicht hebben waar welke prijs wordt gehanteerd door welke winkel. Voor de basisgoederen. Ik heb het dan in deze over de basisgoederen. Dus wekelijks is dat te volgen op onze BIC-pagina. Alle prijzen van alle basisgoederen in alle winkels in het district. De projecten welke nu ongoing zijn, met name infrastructuur, aanpak infrastructuur uit Kikpolder. Dat is er sowieso in het kader van ontwikkeling van de agrarische sector. Want we praten over ontwikkeling van de agrarische sector. Maar daarbij is infrastructuur een van de belangrijke factoren om ontwikkeling op gang te brengen. Een ander, de mening welke ik ben toegedaan is, als je bijvoorbeeld agrarische ontwikkeling wil brengen in het district, moet je aandacht besteden aan de bestaande leef- en woongemeenschappen die er zijn. De bestaande projecten dienen dan gerehabiliteerd te worden. En daarop moeten we dan op een moderne manier de agrarische ontwikkeling oppakken. De projecten als Uitkijkpolder, Mahola, Poel, Dampuntong, Tijgerkriek en Calcutta zijn dan voorbeelden van zulke bestaande leef- en woongemeenschappen waar de agrarische ontwikkeling op gang gebracht moet worden. Daarnaast hebben we in het district ook bakovenbedrijf Fai, die niet lang terug is overgenomen door de overheid. Dus daar moeten we ook kijken om de productie op gang te brengen. En natuurlijk ook ben ik in overleg met de minister van LVV opties aan het bekijken om weer de rijstbouw in Saramaka dan op gang te brengen. De toerisme sector dat heeft sowieso een kans van slagen. Ik denk dat u net een rondleiding heeft gehad of een wandeling heeft gemaakt hier op Groningen zelf. Als u hier kijkt, ziet u zoveel potentie, mogelijkheden om toerisme te ontwikkelen. En dat hebben we ook al in weekenden. Met COVID nu is dat in mindere mate zo. Maar Groningen is een van de grote trekpleisters in het district als het gaat om toeristen. Groningen is ook een historisch plek. Als ik nu aan u vertel dat er hier een ondergrondse tunnel is, dan had u me niet willen geloven. Maar er is een ondergrondse tunnel hier die gaat vanuit Amsterdam naar de gevangenis hier achterin. Dus dat heeft ook Groningen is ook een historisch plek, dus dat alles valt te ontwikkelen, moet ontwikkeld worden als we de toerisme sector willen ontwikkelen in het district. Maar niet alleen Groningen, ook andere plekken waar we aantrekkelijk kunnen maken voor toeristen, moet allemaal op gang gebracht worden. Ik ben al bezig met enkele projecten, ook met het ministerie van TCT zijn we al bezig met de lokale ondernemers om te kijken hoe we ook de toerisme sector een enorme boost kunnen geven wat ontwikkeling van toerisme sector betreft. Saramaka is een agrarisch district en Saramaka beschikt over heel veel agrarische potentie. En als we nu de agrarische sector willen ontwikkelen, moeten we ook denken aan de jonge generaties. En dan heb ik het over om jonge mensen te interesseren om ook deel te nemen aan de agrarische sector. En dat gaan we pas kunnen doen als we
moderne technieken, landbouwtechnieken zullen toepassen. Dus dat is in korte periode moet dat gebeuren. Jonge mensen aantrekken om mee te doen binnen de landbouw, binnen het landbouwgebeuren. En dan heb ik het over moderne teelttechnieken, kassenteelt en andere. Er zijn enkele ondernemers die al daarmee bezig zijn, maar ook vanuit de overheid moeten we de stimulans en ook nog de tools geven om moderne agrarische ontwikkeling op gang te brengen. Er komt inderdaad een agrarische school in het district Saramaka. En in de komende periode moeten we de mensen interesseren om daar deel aan te nemen. Natuurlijk ook, daar kijk ik ook naar de jonge mensen. Waarbij we dan de agrarische ontwikkeling toch nog iets hoger kunnen gaan tillen. Vooral als we nu kijken naar overal in de wereld waar modernisatie binnen de agrarische sector een must is. Ook nog als we kijken naar de klimaatsveranderingen, de ontwikkelingen. Dat je daarop je teelt moet gaan. Dat je daarmee rekening moet gaan houden als je bepaalde gewassen wil gaan telen. Dus dat dit alles wordt bijgebracht bij zo'n agrarische school, zo'n agrarische onderwijs, als we dat zo moeten nemen. Dus dat allemaal toe te juichen dat er een agrarische school in het district komt. Ook in verband met de enorme olievondsten offshore. Moet er een technische school in het district komen, zodat we de jongeren technisch kunnen opleiden en die dan kunnen inspelen op de behoeften van de olieindustrie. Naast alle andere projecten heb ik ook op het organisatorisch vlak binnen bestuurdienst 2 dependances opgericht van het commissariaat Saramaka. Zoals u weet is ons district vrij uitgestrekt van Boskamp tot leiding 5, als je het zo mag noemen. Eén dependance heb ik opgericht in het resort Calcutta, Boskamp, zeg maar. En één in het grootste resort Yerikaba. Dit heb ik gedaan om dichterbij het beleid van de districtscommissaris dichter bij de gemeenschap te brengen. En ook als we nu kijken naar de economische situatie waarin we zitten. Hoeven de mensen dan niet per se af te reizen naar Groningen om de districtscommissaris te spreken. Dat kunnen ze ook doen in hun resorten. Dus dan in deze 2 resorten in Calcutta, daar ben ik dan elke maandag te bereiken op spreekuur dan. En in het resort Yerikaba ben ik dan op de woensdag en op de vrijdag dan ten dienste van de samenleving. Ik ben de mening toegedaan dat alleen door mobilisatie en participatie van de basis wij als land uit deze crisis kunnen geraken. Daarmee wil ik zeggen dat we de basis in beweging moeten brengen. Als ik een voorbeeld daarvan mag aanhalen is, als we praten over de agrarische ontwikkeling, moeten we de boeren in de gelegenheid stellen om in te komen met oplossingsmodellen, met voorstellen die dan uiteindelijk ook nog meegenomen kunnen worden in het beleid van het ministerie zelf. In dat kader ben ik al bezig in Saramaka om enkele participatiestructuren te creëren. Dus daarover ook in de nabije toekomst meer. Verder wil ik een beroep van hieruit doen op de samenleving. Als het gaat om COVID, kijk, wat wij kunnen doen, doen we al. Wat in ons handbereik is, doen we al. Maar ik wil een beroep doen op de samenleving om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En ervoor te zorgen dat COVID sowieso in het gareel wordt gehouden in ons land.